Ja, wat nog het meest moeilijk met het feit dat hij met de S-team nog steeds in één huis moest wonen. Dus dat was lang op zoek naar iets anders. En ik probeer op het rooster, ik zeg, joh, straks heb je je eigen huisje, lekker je eigen optrekje, lekker in je eigen kont rijden. Het zal de woordkeus geweest zijn, heb ik hem niet meer gezien. Maar het maakt geen flikker meer uit, ik ben vanmiddag ontslagen. Ik had overleg met mijn directeur. En na een half uur zegt hij, ik ga maar even time out. Ik ken al 2,5 jaar en nog steeds zeg je u tegen me. Waarom? Ik zeg, ja, ik kon de Elmi aanspreken. Dus nou, heb je het koud? Moet je in de hoek gaan staan, dat is 90 graden. Met ontslag, dus ik ga naar de kroeg. Wat doe je in zo'n geval? Ik heb al meerdere keren meegemaakt, dus dan hang ik weer in de kroeg rond. En ik schuif aan naast een best wel apartheid. Ik heb daar mee. Ik geef wat te drinken. Wil je wat drinken? Zegt ze, nee, ik heb pas zo aan. Ik zeg, ja, kan godverdomme ook niet waar dat jij een geslachtsziekte hebt. En ze hebben de stream van haar rechterhand mooi weggegrimeerd voor het optreden van vanavond. Maar ik laat me niet zo vaak stellen, ze laat tegenover me zat een onwijs lekker mokkel, twee keer zo jong als ik, en die had oogcontact met me en knipoog. Ik denk, ik wacht niet eens af of je nee zegt, ik geef je gewoon wat te drinken. Dus ik geef een blue curaçaatje van me, ik kan het nooit uitspreken, blue curaçaatje van me. En die zoetert ze zo achterover dat hunkerende gulzige keel had van dan. En ze komt oogcontact houden, zo om die bar heen gelopen, en ze legt een kaartje bij me neer en ze fluistert in mijn oor, kom je straks langs, er is toch niemand thuis. Dus ik ben bij haar langs en inderdaad, er was niemand thuis.